We gaan een beetje uitleg geven bij de for en de while in Python. En om dat uit te leggen, start ik van deze code. We willen een willekeurig getal genereren, dus importeren we de random library. Een dobbelsteen wordt belegd tussen 1 en 6. Met de randint-methode genereren we een geheel getal. En we zeggen dus dat dat tussen 1 en 6 moet liggen. Die randint-methode komt uit de random library die we geïmporteerd hebben, dus moeten we random.randint doen. De uitkomst van dat willekeurig getal stoppen we in de variabele warp en dan printen we die warp op het scherm. Omdat dat random is, zal dat dus meestal bij elke uitvoering een ander resultaat hebben. Of het is te zeggen, elke uitvoering heeft elke warp tussen 1 en 6 1 zesde kans om eruit te komen. Je ziet toevallig is het hier een paar keer 6 en 3, maar doe dat een andere keer en dan moet je misschien lang wachten om die 6 en 3 te hebben. Goed, elke uitvoering van het programma doet maar 1 warp. Dus stel dat we 10 warpen willen doen, dan moeten we 10 keer ons programma runnen. Het zou veel makkelijker zijn, moest ons programma gewoon zelf 10 warpen doen. Dan moeten we maar 1 keer runnen. Dat kan. Je code zou je kunnen kopiëren, maar stel dat je 100 warpen wil doen, dan moet je 100 keer dit onder elkaar gaan knippen en plakken. Je code wordt totaal onoverzichtelijk. En eigenlijk zijn het eigenlijk toch telkens dezelfde 2 regeltjes die uitgevoerd worden. Dat gaan we niet doen. We gaan ervoor zorgen, met een structuur, dat deze 2 regeltjes meer dan 1 keer uitgevoerd worden. Als we weten op voorhand hoeveel keer dat moet zijn, dan kunnen we een for gebruiken. Voor een for moet je een bepaalde variabele kiezen. Ik ga die i noemen, maakt op zich niet uit. En dan moeten we aangeven binnen welke grenzen dat die i een waarde moet krijgen. Als we willen dat de i start bij 1, dan moet het eerste getalletje in onze range 1 zijn. En dan zou je verwachten, we willen 10 keer gooien, dat we range 1 tot 10 moeten doen, en dat het dan 10 keer zal uitvoeren. Je zal zien dat dat niet zo is, we gaan dat straks aanpassen. Ik ga eerst de syntax van de for aanvullen. Net zoals bij een if en bij een while, moet die regel eindigen op een dubbel punt. En de code die meer dan 1 keer moet uitgevoerd worden, moet verplicht 2 spaties inspringen ten opzichte van de for. Goed. Als ik dat doe, dan gaat dus deze 2 regeltjes meer dan 1 keer uitgevoerd worden. Range 1 tot 10 zou je verwachten dat dat juist is. We gaan dat dus uitvoeren en een keer tellen. Hoeveel worpen doet hij? 2, 4, 6, 8, 9. Een beetje ambetant in Python. Als je een for loop wil die 10 keer uitgevoerd wordt, dan moet je niet range 1 tot 10 doen, maar range 1 tot 11. Dat is een beetje vervelend, maar dat is hoe dat Python werkt. Als we nu kijken, dan zijn er wel 10 worpen die gebeuren. Het voordeel van een for te gebruiken, is dat je gewoon je onderste getalletje kan je laten zoals dat is. Wil ik 100 worpen in plaats van 10, dan verander ik het bovenste getalletje van de range naar 101. En dan gebeuren er niet 10, maar 100 worpen. Super handig. Hoe dat eigenlijk werkt, zo'n for loop is... bij het begin van de for loop krijgt die i de waarde die voor de komma staat. I is 1. En bij de eerste uitvoering van de for loop heeft i dus als waarde 1. Wanneer dat we hier op de laatste regel van de for loop komen, springt de code weer naar boven en wordt er eentje opgeteld bij i. Dus de tweede keer dat deze code uitgevoerd wordt, heeft i waarde 2. De derde keer 3, de vierde keer 4. En uiteindelijk... Als i gelijk wordt aan het tweede cijfertje van de range, dan gaat hij dan de code niet meer uitvoeren. Dus de code wordt nog uitgevoerd voor i is gelijk aan 10, maar niet meer voor i is gelijk aan 11. Dat kunnen we zien. Als we in plaats printen van de worp is, als we dat veranderen naar de i de worp is, dan zal i iedere keer een andere waarde hebben bij het printen. De eerste keer dat de for uitgevoerd wordt, heeft i waarde 1. De tweede keer waarde 2. En dus zo worden onze worpen genummerd. Om het nog een beetje properder te maken, zou je dit kunnen doen. Python zet ook altijd een spatie tussen een variabele en de tekst die erop volgt. Dus die spatie hier, daar kunnen we niet zoveel aan doen. Dus als je... Je iets wil tellen in je for loop, dan moet je die i gebruiken. Want die heeft in elke
uitvoering van de for loop heeft die een andere waarde. Goed, de for is dus handig als we op voorhand weten hoeveel keer dat onze code moet uitgevoerd worden. Ja, dan maken we gewoon een for, we zorgen dat die range dat klopt met het aantal keren dat we de lus willen uitvoeren. En dan gaat Python ervoor zorgen dat dat exact zoveel keer uitgevoerd wordt. Goed, ik ga even mijn code wegdoen, terugstarten van één woord. Iets anders is het als we niet op voorhand weten hoeveel keer dat de lus moet uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld, stel dat we moeten tellen hoe lang dat het duurt, hoeveel keer dat we moeten werpen, totdat we een 6 gooien. Dan weten we niet op voorhand hoeveel keer dat we daarvoor gaan moeten gooien. Het kan zijn dat we direct de 6 gooien, het kan zijn dat we 6 keer of 10 keer moeten gooien totdat we de eerste 6 hebben. In dat geval is een while handiger. Een while werkt eigenlijk gelijkaardig aan een if. Na de while moet een voorwaarde staan. En ik moet hem trouwens hieronder zetten en niet erboven. En zolang dat die voorwaarde true is, waar is, zal hij de code eronder blijven uitvoeren. Dus, wij willen gooien totdat we een 6 gooien. Deze twee regels code doen voor ons één worp en printen hem op het scherm. Als die eerste worp direct een 6 is, dan mogen we stoppen. Dan hoeven we niet meer opnieuw te gooien. Wanneer moeten we de code nog eens uitvoeren? Wanneer moeten we nog eens werpen? Als de worp niet gelijk is aan 6. Wel, niet gelijk aan in de meeste programmeertalen. Typ je als uitroepteken is gelijk aan 6. Ook op het einde van een while-regel moet er een dubbel punt staan. En als we nu enter geven, is Replit zo slim. Die weet dat ook bij een while de code twee spaties moet inspringen. Dus die zet de cursor automatisch klaar. Wat moeten we doen als het de eerste keer niet gelukt was om een 6 te gooien? Wel, nog eens een 6 gooien. Dus dezelfde code ga ik hier weer inplakken. En dus, er gebeurt nog een keer een worp. Op het einde van de while wordt weer naar boven gegaan en wordt gekeken of dat de voorwaarde nog waar is. Stel dat de tweede worp een 5 is. 5 is nog altijd verschillend van 6. Dus dan gaat hij de code nog eens uitvoeren. De derde worp is een 6. 6 is niet meer verschillend van 6. Dan gaat hij de while overslaan en gaat hij verder gaan. Dus we gaan dat eerste keer testen. Ik gooi eerst twee keer een 5. De derde worp is een 6 en dan stopt hij. Deze keer gooi ik direct een 6. Deze keer weer 3 worpen. Weer direct een 6. Maar hier bijvoorbeeld duurt het een keer heel lang tegen dat ik een 6 gooi. Goed, eigenlijk wouden we tellen hoeveel worpen dat we nodig hadden om een 6 te gooien. Dus we gaan een variabele bijhouden. Die noemen we tel. En iedere keer als we een worp doen, moeten we zorgen dat die variabele de juiste waarde krijgt. Dus hier voor de while doen we al één worp. Dus het aantal worpen dat we op dat moment gedaan hebben is 1. Dus in die variabele tel ga ik 1 stoppen. Maar dan in onze while, iedere keer als we hierin komen, wordt er een worp bij gedaan. Dus de variabele tel bevat het aantal keer dat geworpen is. Maar we doen een extra worp. Dus we moeten eentje optellen bij die tel. En wat moeten we dan doen met dat resultaat? Dat is de nieuwe waarde voor het aantal keer dat geworpen is. Dus die nieuwe waarde moeten we opnieuw in variabele tel steken. Dus nu gaat hij tellen. Iedere keer als er een worp gedaan wordt, gaat hij als het ware een streepje zetten. Op het einde van onze code, als we uiteindelijk een 6 gegooid hebben, willen we printen hoeveel worpen dat er nodig geweest zijn. Het printen op het einde van het programma hoeveel worpen dat we nodig hadden, dat moet maar één keer gebeuren. Dus dat mag niet meer in de while staan, of anders gaat hij dat telkens opnieuw printen. Dus die code moet weer tegen de rand staan. Dan is het duidelijk voor Python dat deze code dat we hier op het einde printen, dat dat niet telkens opnieuw moet gebeuren, zolang dat we geen 6 gegooid hebben, maar enkel één keer op het einde. En dan gaan we eens kijken of dat hij dat juist doet. Dus, hier 5 worpen. En je ziet, hij zegt ook, je had 5 worpen nodig om 6 te gooien. Hier 4 worpen, 2 worpen, 8 worpen. Zo werkt de while in Python.